We staan vandaag bij deze boom omdat in deze boom het nest ontdekt is van de Aziatische hoornaar. Inderdaad, de Aziatische hoornaar. Een invasieve exoot die hier niet thuis hoort en schadelijk is voor honingbijen en andere bestuivers. De NVWA geeft daarom de opdracht om nesten van de wespensoort op te sporen, zodat deze vernietigd kunnen worden. De Aziatische hoornaar moet bestreden worden omdat we dat A als verplichting hebben vanuit de Europese Unie. En waarom heeft de Europese Unie dat bedacht? Omdat een groot deel van de prooien van de Aziatische hoornaar bestaat uit honingbijen. En met de honingbijen gaat het al moeizaam. En daarom wil de Europese Unie dat ze geholpen worden en die wesp bestreden wordt. Een cruciaal onderdeel van die bestrijding is het opsporen van zo'n nest. Dat gaat in 3 fases. Na een waarneming controleert het EIS Kenniscentrum Insecten of het echt om de Aziatische hoornaar gaat. Vervolgens wordt aan de hand van de vliegrichting bepaald waar het nest zich ongeveer bevindt. Tot slot wordt de definitieve locatie vastgesteld met behulp van een drone. En dat is het tweede nest eigenlijk in Nederland. Verleden jaar is er een nest ontdekt in Dreischor. Dat is weggehaald en nu zijn we hier bezig met een actie om dit nest weg te halen. De NVWA roept iedereen op om hun ogen open te houden voor de hoornaar. Maar hoe kun je de wespensoort herkennen? De Aziatische hoornaar heeft zwarte poten met aan het uiteinde knalgeel. En het borststuk is helemaal zwart, waardoor ze eigenlijk duidelijk verschillen van de Europese hoornaar. Waarnemingen kunnen doorgegeven worden via waarneming.nl.